Weet u wat het gevolg is van een reportage over een zedenzaak in ons programma? Dat wij de week erna nog veel meer zedenzaken op ons bureau krijgen met tips, aanklachten, noodkreten en hulpverzoeken. En weet u wat het gevolg daar weer van is? Dat de kans groot is dat wij er opnieuw aandacht aan besteden. Dat is een televisiewet. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vindt dat je nooit te veel aandacht kunt besteden aan zaken waarbij jonge kinderen het slachtoffer worden van seksueel misbruik. En daarom ziet u vanavond een schokkende reportage over de ontmaskering van een 35-jarige pedofiel die een nog maar 12-jarig jongetje 's avonds in een donker park in Purmerend mee wilde lokken om daar vergaande ontuchtige handelingen met hem te verrichten. Maar wat hij natuurlijk niet wist, was dat wij alles met de verborgen camera vastlegden en ik hem in dat park tussen de struiken stond op te wachten. Want dat is de Peter R. de Vries-wet in dit soort gevallen. Zie je zelf niet in hoe krankzinnig het is dat jij met een kind van 12 hier in het pikken donker afspreekt en daar even de fietsenstalling in zal gaan? Zie je dat niet in? U zegt dat ik het doe. Ja, een heftige zaak en daar krijgt u straks alles van te zien. Maar nu eerst aandacht voor een moordzaak waarin de strafwet tekort lijkt te schieten. Juist nu de ontknoping zo dichtbij leek. Het gaat hier om de moord op de 46-jarige multimiljonair Hans Leijsen uit Rotterdam. Door een van onze eerdere uitzendingen werd duidelijk wie er waarschijnlijk achter deze liquidatie zat. Maar hoe krijg je die persoon in de cel als de hoofdverdachte de wijk heeft genomen naar een ver Zuid-Amerikaans land? Bijna 10 jaar na de gewelddadige dood van ondernemer en multimiljonair Hans Leijsen is het nog steeds niet tot een veroordeling gekomen. Dit ondanks het feit dat justitie wel degelijk denkt te weten wat het motief is, wat er zich voor de moord heeft afgespeeld en wie hier verantwoordelijk voor is. De 46-jarige Hans Leijsen wordt in september 1999 op klaarlichte dag om het leven gebracht in de kelder van zijn elektronica-winkel Wopido in Rotterdam. Leijsen is een succesvol ondernemer, vader van 2 kinderen en heeft meer dan 10 miljoen gulden zwart geld op een bank in Luxemburg. Geld dat hij de afgelopen 20 jaar met hard werken en zuinig leven bij elkaar heeft gespaard. En juist in dit laatste gegeven schuilt volgens de recherche het motief. Al snel blijkt dat achter de moord op Hans Leijsen een uitgebreide en geraffineerde samenzwering schuilgaat. Hoofdverdachte in de zaak is zijn vrouw Linda. Hans heeft haar 5 jaar voor de moord leren kennen via een contactadvertentie en samen hebben ze een dochtertje. Tegen de tijd dat Hans wordt doodgeschoten is het met het huwelijk tussen de twee al langere tijd niet meer zo goed gesteld. Linda heeft een buitenechtelijke relatie met ene Sjaak, notabene een vriend van echtgenoot Hans. Met de miljoenenerfenis van Hans zou Linda kans hebben gezien met deze minnaar een nieuw leven op te bouwen. Maar ze heeft haar echtgenoot niet zelf om het leven gebracht. Een kennis van Linda verklaart bij de politie dat die 1,5 jaar voor de moord al door Linda is benaderd met de vraag of hij tegen beloning van 500.000 gulden Hans wilde vermoorden. De man ging uiteindelijk niet op het aanbod in. De politie vermoedt daarom dat Linda vervolgens iemand anders heeft ingehuurd voor de moord. Het zou gaan om deze man, Dirk van R., een oude vriend van Linda. Echtgenoten Linda V. en Dirk van R. worden na de moord weliswaar aangehouden, maar na enkele maanden weer vrijgelaten. Ondanks alle sterke vermoedens krijgt het Openbaar Ministerie de zaak niet rond.
De moord op Hans Leijsen houdt justitie en politie jarenlang bezig. Duizenden uren recherchewerk zijn er in de zaak gestoken. Getuigen werden gehoord, verdachten geschaduwd en telefoons getapt. Maar het harde bewijs ontbreekt. En Linda zelf houdt bij hoog en laag vol niets met de moord op haar man te maken te hebben. Het is maart 2003 als Peter een uitzending vullend dossier over de zaak maakt. We spreken met de inmiddels volwassen dochter van Hans, die nooit iets van de erfenis van haar vader heeft gekregen. We hebben contact met de beoogde opdrachtgever Linda en met de beoogde schutter Dirk. Maar Dirk ontkent iedere betrokkenheid. Ja? Wie heeft Hans Leijsen vermoord? Weet ik dat? Ik weet het niet. Heb jij daarmee te maken gehad? Nee. Hoe vaak moet ik dat nou zeggen? Durf je dat te zweren? Ja, dat durf ik te zweren, ja. 2 jaar later overlijdt Dirk, zonder ooit nog iemand iets te hebben opgebiecht. Ondanks alle inspanningen van justitie en ons programma blijft de zaak onopgelost. Totdat zich bij onze redactie begin 2005 een vrouw meldt. Het is de zus van Linda en 6 jaar na de moord op Hans Leijsen besluit ze een boekje open te doen over een gebeurtenis waarover ze altijd heeft gezwegen. Ondanks alle inspanningen van justitie en ons programma blijft de zaak onopgelost. Totdat zich bij onze redactie begin 2005 een vrouw meldt. Het is de zus van Linda en 6 jaar na de moord op Hans Leijsen besluit ze een boekje open te doen over een gebeurtenis waarover ze altijd heeft gezwegen. Linda zou de moord op Hans maanden voor zijn dood met haar hebben besproken. Nou werd toen wel geopperd bepaalde manieren om van Hans af te komen. Hans was dik, had toch wel wat hartklachten. Iets in zijn koffie of iets door zijn eten zou eigenlijk voor Linda wel goed uitkomen als hij op zo'n manier aan zijn einde zou komen. Vergiftiging? Die opties zijn toen geopperd. De rouwende weduwe Linda had dus wel degelijk plannen om haar man iets aan te doen en zo de miljoenen in handen te krijgen. Linda is inmiddels getrouwd met haar destijds geheime minnaar Sjaak. Samen met haar dochtertje en Sjaak heeft ze de wijk genomen naar het warme Costa Rica in Midden-Amerika. In de kleine, idyllische badplaats Tamarindo runt ze dit hotelcomplex bovenop een berg met uitzicht over zee. Maar dit paradijselijke plaatje vertoont scheurtjes. Zo blijkt als Linda's nieuwe echtgenoot Sjaak vanuit Costa Rica belt met Peter. Het stel is met bijna slaande ruzie uit elkaar gegaan. En Sjaak wil graag praten over de moord die zich 7 jaar eerder in Rotterdam voltrok, maar niet over de telefoon. We reizen daarom af naar een afgelegen gebied in Costa Rica. Sjaak woont sinds zijn breuk met Linda in Santa Cruz, een klein plaatsje niet al te ver van de kust. De moord op Hans is iets dat altijd tussen Sjaak en Linda in is blijven staan, zo blijkt als Peter hem spreekt. Na jarenlang zwijgen doorbreekt Sjaak nu de stilte. Achter de moord gaat inderdaad een complot schuil, bevestigt Sjaak. Een complot bedacht door Linda en met een hoofdrol voor Dirk. Ze hebben in ieder geval contact gehad met Dirk, dat weet ik dus wel. In eerste aanleg voor de moord. En aan Dirk gevraagd, zou jij dus Hans kunnen ombrengen? Maar heeft ze aan jou ook uitgelegd waarom dat dan moest? Hoe ze daarbij kwam? Het is natuurlijk toch
behoorlijk absurd om je man te vermoorden. Nee, dat hebben ze niet uitgelegd. Maar vroeg jij dat dan niet? Nee, heb ik niet gevraagd. Waarom niet? Nee, ik bedoel, dat waren mijn zaken niet. Ja, jouw zaken niet. Hans is een vriend van je. Ja, en dan hoor je later dat zijn vrouw een plan beraamt om hem te vermoorden. En dan vraag je niks. Nee. Dan gaat het bij mij niet in. Nee, klopt. Maar toch is het zo, Peter. Ik heb dat nooit gevraagd van Linda. Dat waren echt Linda's privézaken. Hoe ze dat geregeld heeft, daar bemoeide ik me niet mee. Nee, maar jij profiteerde er wel van mee. Want die miljoenen vloeiden ook jouw kant op natuurlijk. Dan. Nee, nee. En wel, jullie woonden toch onder één dak op een gegeven moment. Jullie kochten toch ook een zwembad en een camper en noem maar op. Daar had je dan toch ook profijt van? Daar heb ik zoveel profijt van gehad. Ik heb een leuke tijd gehad. Mm. Maar ik heb er geen geld mee verdiend. Nee. Linda is volgens dit verhaal dus toch het brein achter de moord. En Dirk de schutter. We zoeken Linda op in het appartementencomplex dat ze met de miljoenen van Hans heeft gekocht. Met betraande ogen laat Linda weten echt niets met de moord te maken te hebben. De verklaring van Jacques is slechts een wraakactie omdat ze met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Nou, dit is gewoon de grootste lulkoe. Het is echt gewoon de grootste lulkoe. Tuurlijk hebben we uitgebreid met elkaar over de zaak gesproken. We zijn 6 jaar met die zaak bezig. Hij kent het hele dossier van haven tot gooi. Zoals het nu gaat, heb ik zelfs het idee dat Sjaak er wat mee te maken heeft. Ja? Ja. Zoals nu, en niet ik alleen hoor. Al mijn vrienden vragen zich nu af wat Sjaak ermee te maken heeft. Waarom is hij mij alleen maar aan het beschuldigen, terwijl hij daarna met me trouwt? De beschuldigingen gaan dus over en weer. Maar voor justitie lijkt de belastende verklaring van Jacques het laatste puzzelstukje te zijn dat men nodig heeft om de zaak rond te krijgen. Het onderzoek naar de moord op Hans Leijssen wordt na onze uitzending heropend en er wordt een internationaal opsporingsverzoek uitgevaardigd. Justitie wil niet alleen dat Linda zo snel mogelijk wordt aangehouden, maar ook Jacques. Hij wist immers van de plannen en heeft nooit iets gedaan om de moord te voorkomen. Bovendien heeft hij financieel voordeel gehad van de miljoenen die Linda van Hans had geërfd. Kapitaal dat Linda heeft gekregen door de moord te beramen. Jacques is in de ogen van het Openbaar Ministerie strafbaar omdat het gaat om geld dat is verkregen uit een misdrijf, namelijk de moord op Hans Leijssen. Als Jacques enkele maanden na onze ontmoeting op verzoek van justitie naar Nederland reist, wordt hij al op Schiphol aangehouden. Hij zit vervolgens maanden in de gevangenis en wordt in april 2007 door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar celstraf. Maar Jacques laat het er niet bij zitten. Hij meent dat hij nooit zeggenschap over het besmette geld heeft gehad en gaat een hoger beroep. En met succes. In september wordt hij door het gerechtshof vrijgesproken. Anders loopt het met Linda in Costa Rica. De Nederlandse justitie doet er van alles aan om haar aan te houden. Het is een lange en moeizame weg omdat er met Costa Rica geen officiële verdragen zijn. Maar uiteindelijk wordt Linda in maart 2008 gearresteerd en belandt ze in een Costa Ricaanse gevangenis. Ondertussen verzoekt Nederland om haar uitlevering. Justitie wil haar op basis van alle nieuwe verklaringen in Nederland voor de rechter brengen wegens het beramen van de moord op Hans Leijssen. Via haar Nederlandse advocaat Corvinus verzet Linda zich tegen de uitlevering. Ze ontkent iets met de moord te maken te hebben. Maar al met al duurt de uitleveringsdetentie, waarin Linda ook nog eens erg ziek is geworden, al vele malen langer dan een eventuele rechtszaak in Nederland. Wat er mogelijk op wijst dat Linda toch niet helemaal gerust was op een goede afloop daarvan en voor de zekerheid in Costa Rica blijft. Hoe dan ook, net als justitie denkt de zaak eindelijk rond te krijgen, komt er alsnog een kink in de kabel. De rechter in Costa Rica oordeelt in het voordeel van de weduwe. Linda V. wordt niet uitgeleverd. En hiermee lijkt ze na 9 maanden in de gevangenis opnieuw de dans te ontspringen. Ja, en zo staat justitie in deze slepende moordzaak opnieuw met lege handen.
Maar volgens de woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam staat de deur nog wel op een klein kiertje. Justitie heeft Linda deze week in Costa Rica een dagvaarding uitgereikt. En dat zou ertoe kunnen leiden dat zij hier in Nederland bij verstek terecht zal staan voor deze moordzaak. Waardoor er toch een veroordeling mogelijk is. Bovendien is het natuurlijk zo dat Linda altijd gearresteerd kan worden zodra ze één voet over de grens van Costa Rica zet. Kortom, een kwestie van afwachten dus. En dat de arm der wet lang en geduldig kan zijn, blijkt wel uit ons volgende onderwerp. De moord op Milica van Doorn uit Zaandam in het Pinksterweekeinde van 1992. Het is een zaak waaraan wij al dikwijls aandacht hebben besteed, maar die na 16 jaar nog steeds niet is opgelost. Maar het net begint zich te sluiten. In de inmiddels 16 jaar oude onopgeloste moord op Milica van Doorn uit Zaandam heeft de recherche vorige maand een nieuw grootschalig DNA-onderzoek verricht. Milica werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 om het leven gebracht nadat ze op een feestje was geweest en rond middernacht ontdekte dat er vanwege Pinksteren geen bussen meer reden. Ze moest dus op een andere manier zien thuis te komen. De volgende morgen vond de pastoor van de Sint-Jozefkerk haar lichaam ongeveer 700 meter verderop in de kerkvijver aan de Veldbloemenweg. Milica was verkracht en haar hals was doorgesneden. Als belangrijkste dadersporen werden sperma en een schaamhaar aangetroffen. Maar omdat de stand van techniek in 1992 dat nog niet mogelijk maakte, werd hieruit geen DNA geïsoleerd. Pas in 2002 werd het spermaspoor voor het eerst benut. 10 jaar na de moord werd er een DNA-profiel uitgeïsoleerd en startte de politie een reeks bevolkingsonderzoeken. Eerst werden alle mannen onderzocht uit de directe omgeving van de plaats delict die op de een of andere manier een relatie met Milica hadden. Daarna volgde een onderzoek onder mannen die aan het daderprofiel voldeden en die met de politie in aanraking waren geweest vanwege zeden- of geweldsdelicten. Een derde onderzoek volgde onder alle mannen uit de omgeving die überhaupt ooit in aanraking waren geweest met de politie. Maar al deze onderzoeken bleven zonder resultaat. Inmiddels is via een nieuw, zogenaamd Y-chromosomaal DNA-onderzoek van de in 1992 gevonden spermadruppel gebleken dat de moordenaar van Milica een man moet zijn die oorspronkelijk uit Turkije of Noord-Afrika komt. Met die wetenschap is de afgelopen zomer een nieuwe groep potentiële verdachten geselecteerd. Ongeveer 70 mannen van Turkse of Noord-Afrikaanse komaf die uit de omgeving van de plaats delict komen, zijn nu benaderd om hun DNA af te staan. Van bijna alle kandidaten is eind november DNA afgenomen. Enkele wonen inmiddels in het buitenland. Zij worden de komende weken bezocht met het verzoek om een erfelijk materiaal af te staan. De uitslag van dit nieuwe bevolkingsonderzoek naar de moordenaar van Milica van Doorn wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht. Nou, ik ben benieuwd wat dit oplevert. Het zou heel erg mooi zijn als deze moord alsnog kan worden opgelost. Als u nog wat meer over deze zaak wilt weten, kunt u de details daarvan nalezen op onze website www.peterrdevries.nl. En dat aandacht van ons programma de oplossing van moordzaken dichterbij kan brengen blijkt wel uit onze uitzending van 2 weken geleden, waarin we aandacht besteden aan de moord op Karim Fourcourt en Fouad Bendella in Venray, 2,5 jaar geleden. Na onze uitzending zijn er bij de politie Limburg-Noord en op onze redactie ruim 200 tips binnengekomen. En er wordt door de recherche weer met een team van 10 man aan de zaak gewerkt. Dat ziet er dus hoopvol uit. En ook van deze zaak kunt u de bijzonderheden op onze website terugvinden. Als u nog iets weet, dan horen wij dat graag.
Goed, dan nu ons dossier van vanavond. Dat gaat over de activiteiten van een pedofiel die via internet een nog maar 12-jarig slachtoffertje probeert te ronselen en daarmee stiekem wil afspreken in een donker park om daar seksuele handelingen met hem te verrichten. Wat hij niet weet, is dat de moeder van het jongetje ons heeft ingeschakeld en wij alle bewegingen op de voet volgen en vastleggen. Ik waarschuw u dat deze reportage vergaande, soms schokkende teksten bevat die niet voor jonge kijkers geschikt zijn. We hebben ervoor gekozen om deze toch te laten zien en horen, om duidelijk te maken hoe ver, te ver, pedofielen op internet gaan in hun pogingen om slachtoffertjes in te palmen. Dit is Danilo Klaasens uit Purmerend. De 12-jarige HAVO-brugklasser volgt na schooltijd 4 keer in de week danslessen, klassiek en modern, en droomt ervan om later zijn eigen dansschool te beginnen. Danilo woont in Purmerend met zijn moeder, zusje en broertje. Zijn vader is 3 jaar geleden overleden. In zijn vrije tijd zit Danilo geregeld op Hives, een populair online netwerk waar bekenden zich op jouw eigen webpagina aan kunnen melden als je vriend. Via allerlei openbare krabbeltjes en foto's houdt iedereen elkaar vervolgens op de hoogte van nieuwtjes en dagelijkse beslommeringen. Hives draait dus om contact met bekenden, maar niet zelden vinden oude klasgenoten of vrienden van vroeger elkaar ook weer terug via de zoekmachine van het netwerk, dat al bijna 8 miljoen leden telt. Een aantal dat nog dagelijks groeit. Maar Hives is ook een manier om in contact te komen met mensen die je nog niet kent. Je kan ook de sites bekijken van onbekenden en iemand uitnodigen als je vriend, als zijn of haar profiel je aanspreekt. Purmerend, maandag 10 november 2008. Mam? Danilo krijgt via zijn Hotmail een uitnodiging van ene John van H. uit Nieuw-Vennep om zijn Hives-vriend te worden. Danilo vindt het een beetje vreemd dat deze man hem benadert en licht zijn moeder Claudia in. Wat dacht je toen een onbekende volwassen man jou benaderde op internet? Nou, ik heb op internet alleen maar contact met mijn vriendjes en leeftijdsgenootjes. En toen was er ineens een volwassen man die contact met mij probeerde te zoeken. En dat is toch wel vreemd. Dus toen heb ik eigenlijk mijn moeder gewaarschuwd. Als moeder Claudia even met Danilo meekijkt, ziet ze dat deze onbekende John van H. al 107 vrienden heeft op Hives, van wie het merendeel minderjarig is. Dat wekt haar argwaan. Ik had echt zoiets van wat gebeurt er hier? Dit is niet normaal. Dat een volwassen man van 35 jonge kinderen benadert. Van 11, 12 jaar. Want zijn Hives stond, daar had ik inmiddels natuurlijk op gekeken, stond echt vol met jonge jongens. En dan praat ik echt over 100 contacten. Om die reden heb je het contact met hem aangehouden. Ja, natuurlijk. Ik wilde weten hoe ver deze persoon zou gaan met mijn kind. En het is natuurlijk te belachelijk voor woorden dat, en schokkend ook, dat zo'n man op deze manier een kind benadert via Hives. Claudia wil dus weten wie en wat er schuil gaat achter de onbekende man die haar zoontje spontaan heeft benaderd en aandringt op nader contact. Daarom kruipen moeder en zoon samen achter de computer. En diezelfde avond nog vindt het eerste chatgesprek plaats tussen de 12-jarige jongen en de 35-jarige John. Die natuurlijk niet weet dat Danilo's moeder Claudia meekijkt. De chat begint met het uitwisselen van wat algemeenheden. Zo vertelt Danilo dat hij nog een broertje en een zusje heeft,
waarop John hem laat weten dat hij ondanks zijn 35 jaar nog altijd bij zijn vader woont. Maar al snel gaat het gesprek een heel andere kant op als John tegen Danilo zegt: kijk, ik voeg jonge homo's en bi's toe om ze proberen te helpen als ze ergens mee zitten. Blijkbaar hebben we hier te maken met een eigentijds missionaris die zichzelf opwerpt als een soort van hulpverlener voor jongelui die worstelen met hun geaardheid. Danilo laat in het midden of hij op jongens of meisjes valt en reageert alleen met oh, oké. En alhoewel Danilo er geen enkele aanleiding toe geeft, gaat de nog thuiswonende John er klakkeloos van uit dat Danilo het niet gemakkelijk heeft. Want hij schrijft: maar zou je het goed vinden als we een keer wat afspreken, zodat je je hart even heel goed kan luchten? Peter ziet in de MSN-gesprekken, die allemaal zijn opgeslagen, dat de aap al snel uit de mouw komt. De onbekende wil afspreken. Danilo maakt duidelijk dat hij nooit buiten Purmerend komt, maar dat is geen probleem, stelt John. Ik kan toch naar Purmerend komen, schrijft hij. Op de vraag of hij Purmerend wel kent, antwoordt John: nee, maar je kan bijvoorbeeld afspreken op station dat we daar elkaar zien en dan ergens anders heen gaan in Purmerend. Dat is een vergaand voorstel, zeker als je bedenkt dat Danilo en zijn moeder in de chats een aantal keren hebben benadrukt dat Danilo nog maar 12 jaar oud is. Onder het mom dat hij naar bed moet, breidt Danilo een einde aan het gesprek met John, die vervolgens wel erg intiem uit de hoek komt. Slaap lekker, hè, schatje. En meteen daarna gaat hij nog een stapje verder als hij zegt: HVJ, MSN-taal voor hou van je. Wat was je indruk na die eerste chat met John? Nou, waar ik eerst mijn twijfels nog had, was het voor mij nu wel duidelijk dat deze man echt uit was op seksuele contacten met mijn kind. En wellicht ook nog andere jongere kinderen. En daar ben ik me echt kapot van geschrokken. Echt, ik stel je voor dat hij mij niet had gewaarschuwd. En dat hij daarin mee was gegaan. En gevoelig voor was geweest. Wat hadden dan de gevolgen geweest? Hij was wel heel wanhopig op zoek naar een kind, hè? Maar hij wilde natuurlijk al heel erg snel afspreken. Eigenlijk al in een van de eerste gesprekken. En hij was daar ook heel erg in aan het pushen. De volgende avond, op dinsdag 11 november, is het weer John die contact met Danilo zoekt. Rond 6 komt hij online via de MSN. En dan blijkt dat de 35-jarige man wel erg geïnteresseerd is in de grote passie van Danilo, dansen. Nou ja, zijn nieuwsgierigheid, beter gezegd zijn voorliefde, ligt vooral bij de outfit die de tiener draagt als hij zijn hobby uitoefent. Wat moet je aan met ballet? Balletpak en een balletbroek. Een balletpak? Heb je daar een foto van? Nee, ik ben net begonnen met dansen. Oké. Maar je hebt al een balletpak? Ja. Is dat een soort badpak? Ja, zoiets. Als we elkaar zien, wil je hem dan meenemen? Nadat Danilo dat belooft, gaat John meteen over op een ander onderwerp: de dood van Danilo's vader. In het eerste chatgesprek was dit onderwerp al kort aan de orde gekomen, maar nu grijpt John deze ingrijpende gebeurtenis aan om het vertrouwen van de jonge knul te winnen. Maar helemaal onbaatzuchtig is hij daarbij niet, zo blijkt uit zijn teksten. Mag ik één ding vragen over je pa? Ja. Is hij begraven of gecremeerd? Begraven. Oké. Als je wil, wil ik wel een keer mee naar het graf met je. Nee, liever niet.
Oké. Maar als je wil huilen bij me, huil gerust. Maar ik leg wel mijn armen om je heen dan. Ik huil niet zoveel. Oké, maar dan weet je in ieder geval dat ik het niet raar vind. En ik niet raar ga doen. Ik heb vannacht aan je gedacht toen ik in bed lag. Oh, oké. Ik wil een soort vaderfiguur voor je zijn. Deze vermeende vaderfiguur, die niet weet dat Danilo samen met zijn moeder Claudia zit te chatten, wil zeker weten dat Danilo's thuisfront niet op de hoogte is van wat de twee via cyberspace uitwisselen. Mijn moeder weet nog niets van jou. Dat wij contact hebben, weet ze niet? Nee. Laat maar even zo. Om er even later aan toe te voegen... Maar blijf onder ons, hè. Ook niks tegen je moeder zeggen. Nu de 35-jarige John zich ervan heeft verzekerd dat de moeder van Danilo niets weet, waant hij zich veilig tijdens zijn gechat met de minderjarige jongen. En het gesprek gaat dan ook snel een heel andere kant op. Hij wil weten of Danilo seksueel ervaren is. Ik wil je iets vragen, maar weet niet hoe. Wat dan? Heb je wel eens de gedachte dat je seks wil? Toen ik 12 was, had ik dat al wel namelijk. Jawel. Heb je al iets geprobeerd of niet? Zoenen. Met een? Vriendin. Oké. Maar je hebt nog niet echt de gedachte om met haar te gaan neuken. Grof gezegd. Hij merkt ook op dat hij geil is. Verder biedt hij aan de jongen te pijpen en maakt hij Danilo ook nog even deelgenoot van zijn eerste orale sekservaring. Ik maakte in het begin een grote fout. Wat dan? Ik wou te graag en deed iemand zijn lul helemaal in mijn mond. Het leek net alsof ik moest kotsen. Als je wil, mag ik je dan pijpen? Dan weet jij hoe het is. De aanpak van John is even stuitend als doorzichtig. Eerst probeert hij het vertrouwen van Danilo te winnen. En als hij zeker weet dat de moeder van de jongen buiten spel staat, beginnen zijn seksuele toespelingen. Hij meldt Danilo onomwonden dat hij geil is en biedt aan hem te pijpen. Dit terwijl de jongen bij herhaling heeft duidelijk gemaakt dat hij nog maar 12 jaar is en seksueel onervaren. John overschrijdt met zijn seksvoorstellen dus alle grenzen. Maar wie denkt dat het hierbij blijft, die heeft het mis. Want in hetzelfde chatgesprek maakt pedofiel John het nog bonter als hij de minderjarige knul introduceert in de wereld van extreme seksspeeltjes. Waarvan hij, de Bloody Limit, de werking persoonlijk wel wil komen demonstreren. Stop jij ook wel eens vinger in je kont? Nee, jij wel? Nee, een plug of een dildo. De dildo die kan trillen. Het zijn vergaande voorstellen, vooral aan een kind van 12... dat nog geen seksuele ervaring heeft. Danilo geeft duidelijk aan dat hij niet veel voelt voor de speeltjes van John. Er zelfs tegenop ziet. Maar John weet er wel wat op. Ik durf dat niet, hoor. Wat niet? Met een dildo en zo. Want? Gewoon. Volgens mij doet het zeer. Valt mee. De eerste keer wel, maar daarna niet meer. Maar je moet wel glijmiddel erbij gebruiken. De plug is niet zo groot en dik. Wil je die proberen? Doe je hem zelf in je kont of zal ik dat doen? Doet dat geen zeer? Nee. Ik doe er glijmiddel om. Oké. En ook wat glijmiddel in je kont. Zal ik er maar dan voorzichtig in doen? Wat gaat er nou als moeder door je heen als je kind van 12 dit soort seksuele voorstellen krijgt? Nou, dat is onvoorstelbaar. Je wordt echt woedend. Ik bedoel, hoe haalt een volwassen vent het in zijn hoofd om zo'n jong kind te benaderen met deze voorstellen? Het is gewoon krankzinnig. Die man, die moeten ze gewoon opsluiten. Je hebt het spel tot een bepaalde hoogte meegespeeld. Je hebt gezien wat er vervolgens is gebeurd. Hoe die John zich heeft gedragen. Wat is nou jouw indruk bij hem? Wat voor een man is het?
deze man is heel gevaarlijk voor jonge kinderen. Die mag daar ook gewoon niet meer mee in contact komen. En dat hij zo ver is gegaan... voor hetzelfde geld had daar niemand bij geweest. En dan? In de tweede chat met Danilo begint John van Ha ook over zijn hobby als vrijwilliger bij een lokaal radiostation. En dan blijkt zonneklaar wat Danilo's moeder al vreesde. John van Ha heeft al eerder seksueel contact gehad met minderjarige jongens. Ik kijk nu al naar zondagmiddag uit. Wat dan? Dan doe ik techniek bij een radioprogramma. En volgende week zondag, 23 november, presenteer ik het programma. Oké, gaaf man. Ik heb 2 of 3 gasten en dan gaan we discussiëren over de scheidsrechters. En die 2 jongens, die ken ik. Gaaf. Met 1 van die 2 heb ik geneukt. Hij is nu 14 en was 13 toen ik hem neukte. Seksueel contact met een kind van 13 is strafbaar. John biecht hier dus een misdrijf op. Na het tweede chatgesprek verkeert hij in de veronderstelling dat hij Danilo in zijn greep heeft en wil nu snel werk maken van een afspraak. Op woensdag 12 november, het is nog maar het derde chatgesprek, stelt hij al voor de volgende dag naar Purmerend te komen. Met seksspeeltje. En zal ik dat speeltje meenemen? Speeltje? Die plug. En om het tot stand komen van een afspraak met Danilo te vergemakkelijken... stuurt hij hem een sms'je waarin hij een beltegoed aanbiedt. Ik haal zo beltegoed voor je. Kan je me alsjeblieft bellen vanavond? Spreken we af voor morgen hoe, wat en waar. Goed, John. Kusjes, hou van je. En inderdaad... Even later ontvangt Danilo per sms een code... waarmee hij het beltegoed van zijn mobiele telefoon kan opwaarderen... met maar liefst €40. En dat is veel geld voor een jongen die in de eerste klas van de HAVO zit... en een bescheiden bedrag aan zakgeld krijgt. Je hebt op een gegeven moment contact met de politie opgenomen... omdat je vond dat hier wat aan moest gebeuren. Hoe was hun reactie? Dat er niet genoeg was voor een strafbaar feit. Er was nog geen strafbaar feit gepleegd. En ook op alles wat ik verteld heb, op zijn vriendenaantal... op de MSN-gesprekken die ik had en opgeslagen had... de bekentenissen die hij daarin gedaan heeft... de seksuele voorstellen die hij gedaan heeft naar mijn kind... was niet genoeg om aangifte te doen. Vond je dat niet raar? Ja, dat is heel raar. Want in mijn ogen is deze man al ver over het strafbaar heen. Omdat de politie Zaanstreek-Waterland in dit stadium nog niet veel kan doen... neemt Claudia contact op met onze redactie. Peter is vanaf dat moment getuige van de chatgesprekken... die John van Ha met Danilo voert. Wie is deze 35-jarige man die seksueel contact zoekt met een jongen van 12... Aan de hand van bijzonderheden die hij zelf in de chatgesprekken heeft verstrekt... weten wij hem op te sporen en vast te leggen met de verborgen camera. En dit is hem. John van Ha is dus vrijwilliger bij een lokale radioomroep. Zijn echte baan is medewerker in een bejaardentehuis... Hij verzorgt daar de post en brengt maaltijden rond. Gelukkig geen baan waarmee je met kinderen in aanraking komt. Maar dat geldt niet voor wat hij in zijn vrije tijd doet. John is als jeugdscheidsrechter actief geweest bij een voetbalclub in IJmuiden. In het verleden was hij bovendien jeugdleider bij diverse voetbalclubs in de regio... waar hij om vaak vage redenen ook weer is vertrokken. John beantwoordt aan een verontrustend profiel... dat ik in mijn carrière al veel vaker ben tegengekomen... in ontuchtzaken waarvan kinderen het slachtoffer waren. Het gaat dan om mannen die op hun 30ste of 40ste... nog steeds vrijgezel zijn...
nog altijd bij hun vader en moeder thuis wonen en in allerlei functies actief zijn in het jeugdwerk, waar ze vaak al hun vrije tijd aan opofferen. En achteraf blijkt dan vaak dat iedereen op de club of vereniging al de nodige argwaan of twijfels had over de ware bedoelingen van de verdachte, maar dat niemand die echt durfde te verwoorden uit angst een hardwerkende vrijwilliger kwijt te raken. Bij John was daar echter alle reden toe geweest. Als we een onderzoek instellen naar het verleden van John, ontdekken we dat hij al eerder met de politie in aanraking is geweest in verband met zedendelicten. Zijn opmerking dat hij seks heeft gehad met een studiogastje van 13 is dus waarschijnlijk geen bluf. Op donderdag 13 november komt John weer op MSN en dan wordt duidelijk dat de 35-jarige pedoseksueel vaker het initiatief neemt om jongens via Hives te benaderen. En dat is een aantal oplettende moeders niet onopgemerkt gebleven. Zo vertelt hij Danilo. Ik heb ruzie op huis met een paar wijven. Sorry. Oh ja? Hoezo? Omdat ik zomaar jongens toevoeg. Kennelijk trekt John zich weinig van deze waarschuwende woorden aan. Want als we een dag later weer met hem chatten, steekt hij zijn gevoelens voor Danilo, die hij nog nooit heeft ontmoet, niet onder stoelen of banken. Ik ben echt verliefd op je, zegt hij. En geeft hij de 12-jarige dansleerling instructies over de outfit die hij moet aantrekken als het tot een ontmoeting komt. Wacht maar even, dan wacht even. Doe je eerst het balletpakje aan en dan de jazzband? Of eerst de jazzband en dan het pakje? Eerst balletpak en daarna jazzband. Wil je dat pakje en jazzband aandoen als we elkaar zien? Ja, is goed. En eroverheen doe je dan een spijkerbroek? Ja, is goed. We nemen zelf geen initiatief tot het maken van een afspraak, maar John geeft tijdens de chats die volgen keer op keer aan dat hij staat te popelen om de minderjarige Danilo echt te ontmoeten. En hoewel John's voorstellen tot nu toe weinig aan de verbeelding overlieten, vraagt Danilo nog eens voor de zekerheid wat hij precies wil. En John blijkt dan niet bepaald op zijn voornemens te zijn teruggekomen. Hoe lang wil je afspreken? Wat gaan we doen eigenlijk? Praten en chillen. En niet te kort, want dat is de moeite niet. Een uurtje of zo? Wat gaan we nog meer doen? Mag ik die plug proberen in je kont te doen? Is niet pijnlijk. Ik ben wel een beetje bang. Want? Wat doe jij dan? Wat gebeurt er met jou? Wat ik doe als er een plug in je kont zit? Ja, kijk of zo. Ja. En je wou toch ook voelen hoe het is om gepijpt te worden? Ik weet nog niet hoor. Als je niet wil, doe ik het niet. Oké. Maar neem wel voor de zekerheid mee. Wat? Die plug, want stel dat je het wel wil, heb ik hem bij me. En tijdens een latere chat, waarbij John nu ook zijn webcam heeft ingeschakeld, tover die zonder schaamte het veelbesproken seksspeeltje tevoorschijn. Ik heb even de plug gepakt. Wat een raar ding. Hoezo? Nou, de rare vorm. Is lekker hoor. Oké? Wel groot. Ben ik daar niet te klein voor? Denk het niet. Ik heb ook glijmiddel. Wil je het proberen? Ik weet nog niet of ik dat wil. Ik neem gewoon mee. En zien we wel. Nu we dit allemaal weten, krijgen we een steeds onbehagelijker gevoel bij de activiteiten van John van H. als jeugdleider en jeugdscheidsrechter. Als we een aantal betrokkenen spreken, blijkt dat ze inderdaad al bepaalde vermoedens of zelfs ervaringen met John van H. hadden. Maar toen we een jaartje of 14, 15 waren, kwam hij bij onze vereniging. Hij was een soort begeleider bij ons.
Hij nam ons mee naar voetbalwedstrijdjes van de Eredivisie, Eerste Divisie. Ik ken Jean-Pierre de scheidsrechterswereld. Ik ben scheidsrechter, John de scheidsrechter. Via internet zocht hij contact met mij. Daarna heb ik door middel van MSN gesprekken met hem gevoerd. Hij ging met ons mee stappen. Als het een keertje laat werd op een avond, dan bleven we met een hele groep bij elkaar slapen. En dan bleef John zelf ook bij ons slapen. Dus ja, wij hadden een hele goede indruk van hem. Want we hadden nooit verwacht dat hij op het eerste gezicht zeg maar zo zou zijn. Bleek steeds meer dat hij bijzondere dingen aan mij vertelde. Waarvan ik dacht, waarvoor vertelt die man mij dit? Wat moet ik ermee? Ik kreeg mijn twijfels bij John toen hij mij vertelde dat hij afgesproken had met een jongen uit Leiden. Bij station De Vink. Een jaar of 14 was die jongen. Verder vertelde hij op een gegeven moment dat hij een jongen wilde helpen. Daarvoor ging hij naar Amersfoort. Die jongen was, ik geloof, 13 jaar. Op MSN vertelde hij verhalen tegen mij dat hij een keertje afspraakjes had met jonge mensen. Tenminste, met jonge jongens. Vervolgens was het een keertje zo dat hij een hotelkamer had geboekt met een jongetje van 14 uit zijn voetbalteam, waar hij ondertussen trainer van was. Ook een keertje zei een jongen uit ons team tegen hem dat wij liever niet hadden dat hij bij ons in de kleedkamer kwam als wij aan het douchen waren. Dus die voortekenen waren er wel. Hij werd al in de gaten gehouden door het bestuur, omdat we al twijfels hadden bij hem. Want ja, we hadden toch het idee dat hij wel vooral op jongere jongens viel. Op een gegeven moment vertelde John tegen mij een verhaal op MSN. Dat hij seks gehad had met een jongetje van 14. Ik heb wel eens overwogen om naar de politie te gaan. Maar ja, ik vond het toch moeilijk, omdat ik op dat moment niet helemaal zeker was. Je twijfelt toch en je wil het ook niet geloven. Nee, je wilt het liever niet geloven, maar het was wel waar. De vraag is nu, wil John van H. echt een geheim afspraakje met Danilo maken waarin hij al zijn fantasieën kan uitproberen? Of verlustigt hij zich alleen maar aan de gedachte daaraan? En is het helemaal niet de bedoeling om zijn woorden werkelijk in daden om te zetten? Vaak gaat het zedendelinquenten alleen maar om de spanning van het contact. En hoewel dat nog steeds verwerpelijk is, is dat natuurlijk minder kwalijk en gevaarlijk dan een echt afspraakje met een kind in een donker park. Maar al gauw blijkt dat John in de categorie valt die all the way wil gaan. En zet hij in de internetchats ook de laatste stap, die tot het maken van een echte afspraak. Een stap die hem gevaarlijk dicht bij een echt zedendelict brengt. De ontmoeting wordt op initiatief van John gepland op woensdag 19 november bij het Leegwaterbad in Purmerend. Vanaf daar zullen Danilo en John naar het aangrenzende park lopen. De dag voor de ontmoeting wordt de afspraak nog even telefonisch bevestigd. Hoi. Hi. Alles goed? Jazeker. Dat is mooi. Hoe laat ben je er morgen? Ik ben om 5:10 bij de bushalte. Oké. En dan ben ik om ongeveer om 6 minuten daarna, dus 5:15, bij het zwembad. Oké. Ja, ik vind het nog steeds best wel eng hoor. Nou ja. Best wel spannend. Ja, als jij zegt van John, ik wil niet wat je nu doet, dan stop ik gewoon en dan, ja? Oké, maar wat wij doen, dat mag eigenlijk niet, hè? Mag zoveel niet, maar het mag zoveel niet. Ja, dat is waar. Nee. Als jij gewoon tegen iemand zegt, is er niks aan de hand. Ja, toch? Ja. En dat maakt je zo spannend. Purmerend, woensdag 19 november 2008. Uiteraard hebben wij voor deze laatste stap alles in gereedheid gebracht en de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Ook John zelf houden we die dag in de gaten. We zien zodoende dat hij op station Amsterdam Centraal daadwerkelijk in de bus naar Purmerend stapt. Danilo zal John van H. op het afgesproken tijdstip ontmoeten bij het zwembad en vervolgens met hem het donkere park inlopen. Het pad leidt richting de vijver,
naar een afgelegen plek waar het 's avonds doodstil en aardedonker is. Maar zover zal Peter het natuurlijk niet laten komen. Want nog geen 50 meter verderop staat hij John met een cameraploeg in de bosjes op te wachten. Verder wordt Danilo nauwlettend in de gaten gehouden door medewerkers van ons programma en een tweede cameraman die de ontmoeting vanuit een busje zal filmen. Vanzelfsprekend is ook Danilo's moeder aanwezig om haar zoon op te vangen. John van H. verschijnt exact op tijd bij het zwembad. John van H. verschijnt exact op tijd bij het zwembad. Hij heeft een schoudertas bij zich, waar waarschijnlijk het beloofde seksspeeltje in zit. Danilo staat al in het donker te wachten. John stapt meteen op Danilo af. Uit niets blijkt enige twijfel over zijn daden en hij maakt aanstalt om met de 12-jarige het park in te lopen. Overdekt, zullen we daarheen gaan? Zo. Nou, grappig om te ontmoeten. Ja, zeker. Wel spannend. Ja. Heb je dat speeltje mee? Ja? Ja. Want ik denk niet dat dat hoeft. Misschien wel. Misschien wel. Misschien. Zoals mijn moeder dit wist, dat ik met een vreemd iemand had afgesproken, ze zou een hartaanval krijgen. Ja? Ja, serieus. Zo, waar ga jij met deze jongen naartoe? Meneer de Vries. Ja, je gaat wel in. Je gaat met die jongen ergens naartoe. Nee, wat is de bedoeling daarvan? Meneer de Vries, ik doe niks. Ja, je doet wel wat. Nee, doe ik niet. Je komt hier een jongen van 12 jaar mee de struiken innemen om seksuele handelingen mee te doen. Heb je bewijs? Ja, nou en of hebben wij bewijs. Dat hebben we allemaal opgenomen, ja. Nou, ik kan ergens naartoe met hem. Nee, wat kom je hier dan doen? Mag je lopen of... Nou, je mag hier wel lopen, maar je hebt een afspraak met die jongen om seksuele handelingen te doen. Nee? Nee. We hebben alle gesprekken met jou opgenomen. Nou. Je weet dat die jongen 12 jaar is. Weet ik. Hij zegt hier nog op dit pad dat zijn moeder het niet mag weten, dat ze een hartverzakking heeft. Ja, klopt. Maar en jij wil allerlei seksuele handelingen met hem doen. Niet. Je wil hem leren pijpen. Nee, je wil hem niet. Pijpen. Nee, dat wil ik je niet. Hebt speeltjes meegenomen. Dat, ja, nou, en is het verboden? Ja, dat is verboden, ja, met een kind van 12 jaar. Maar wie zegt dat ik het ga gebruiken bij hem? Nou, ja, zover laten wij het niet komen. Nee, maar wie zegt dat ik het doe? Nou, dat blijkt uit alles wat je tot nu toe gedaan hebt. We hebben alle gesprekken, telefoongesprekken, MSN-gesprekken, hebben we allemaal vastgelegd. Okay. En het is buitengewoon schunnig wat jij met een kind van 12 jaar doet. Ook al doe je niks, maar zeg je het alleen maar. Is toch niet normaal wat je zo'n kind allemaal voorhoudt? Dat je hem wel een plug in zijn kont wil douwen en zo? Ben je wel helemaal lekker? Ja. Vind je dat normaal met een kind van 12? Maar tussen zeggen, ik doe een heel groot verschil mee. Nou, je bent anders heel eind op weg, hoor. Je komt helemaal uit Nieuw-Vennep hier naartoe. Ja. En je loopt met hem hier door een donker pad de struiken in naar de fietsenstalling. Wat wou je daar dan gaan doen? Een sprookjesboek voorlezen? Nee. Nou, wat dan? Tussen doen en zeggen is... Ja, maar wat wou je dan gaan doen? Waarvoor kom je dan hier? Gewoon praten, ja. Ja, gewoon praten. Ja. Over dat soort dingen zeker. Ja. We hebben gezien waar jij over praat. Ja, nou... Ja, wat nou? Besef je niet wat je aan het doen bent met een kind van 12? Het is hartstikke strafbaar wat je doet, weet je dat? En tussen zeggen en doen, ik doe toch nog niks? Nee, dat is omdat ik je nou hier staande hou. Maar je was hard op weg naar de fietsenstalling om wel wat te gaan doen. Je zegt nog onderweg dat je die speeltjes bij je hebt. Ja, nou, hij vroeg het toch om? Hij vroeg het toch om. Jij wou het helemaal niet, hij vroeg meneer erom. Vries, jij bent degene die het heeft voorgesteld... Je bent veel te ver gegaan. Je overschrijdt echt alle grenzen met wat jij doet. Dit is strafbaar en het is gewoon... Is dat strafbaar als ik hem ontmoet? Ja, wel met de intentie die jij hebt om dat te gaan doen. Ik heb hem nog niet aangeraakt, punt. Nee, dat moest er nog bij komen dat je hem aan ging raken. Dat zou helemaal fijn geweest zijn, maar niet heus.
Zie je zelf niet in hoe krankzinnig het is dat jij met een kind van 12 hier in het pikken donker afspreekt en daar even de fietsenstalling in zal gaan? Zie je dat niet in? Wie zegt dat ik het doe? Ik vraag je wat. Ja? Zie je dat niet in? Dat je dat met een kind van 12 niet kan doen? Nee, ik heb nog niet aangeraakt, punt. Nee, nou, dat hoeft ook niet om de bak in te draaien. Het feit dat je alleen al met het kind onderweg was, terwijl je nog hier op dit pad gehoord hebt dat zijn moeder er niets van af weet. Ja, klopt. En hij 12 jaar is, geeft aan dat je helemaal fout zit. Vind je dit nou zelf niet belachelijk wat je doet? Aan de ene kant wel. Nou, waarom doe je het dan? Nee, ik zelf ook niet. Waarom doe je dit soort dingen? Ik heb gewoon zo niet in de hand soms. Ja, maar je hebt het wel eens eerder gedaan, hè? Je hebt ook wel eens een jongen van 13 geneukt, toch? Ja, maar dat wou hij zelf. Dat wou hij zelf? Ja. Maar is ook verboden, is ook strafbaar. Word je daar niet zelf een beetje misselijk van? Dat jij als grote, volwassen kerel een jongetje van 13 dan neukt? Ik zeg het maar gewoon voluit. Ja. Hè? Ja, dat wou hij zelf. Dat wou hij zelf? Ja. En dan doe jij het ook gewoon. Want als zo'n kind dat wil, dan doe je dat als volwassen kerel. Hè? Achteraf kan ik over een kop slaan, maar... Ik ga je de politie bijhalen. Enkele minuten later arriveert de politie. En nadat Peter de agenten heeft ingelicht, wordt John van H. aangehouden en afgevoerd naar het hoofdbureau van politie in Purmerend. En John van H. zit nu nog steeds vast, zo meldt het Openbaar Ministerie in Haarlem. En dat is maar goed ook. Want iemand die zulke afspraakjes maakt met een 12-jarig kind en zelf zegt dat hij zich soms niet in de hand heeft, is een tikkende tijdbom. Die blij mag zijn dat hij nog redelijk tijdig door ons is gestopt in zijn pedofiele activiteiten. Want zo'n rendezvous kan makkelijk ook heel anders aflopen. Daar kennen we helaas vele treurige voorbeelden van. Inmiddels zijn er na onze verborgen cameraactie bij justitie nog twee officiële aangiftes van 13-jarige jongens binnengekomen. Waaronder de jongen waarvan Van H. zelf toegaf dat hij daar gemeenschap mee heeft gehad. Ik praat hierover door met het PvdA Tweede Kamerlid Ton Heerts, die over de gevaren van internet en hives al eerder vragen aan de minister heeft gesteld. Dag meneer Heerts. Goeiedag. Wat vindt u ervan als u deze reportage ziet? Ja, het is even gruwelijk als schokkend dat je het zo live allemaal in beeld ziet. Dat doet het ook met mij. Ja. Nou is het zo dat de wereld op dit punt behoorlijk is veranderd. Hè? Vroeger moesten wij uitkijken voor zeg maar een onbetrouwbare man in de straat. Werd je door je ouders voor gewaarschuwd. Maar tegenwoordig in het computertijdperk is het zo dat je erop bedacht moet zijn dat iemand uit Nieuw-Vennep je kind in Purmerend seksueel benadert. En eigenlijk kan de hele wereld dat doen. Zijn we daar wel op toegerust eigenlijk? Nou, ik denk dat als je erover na zo'n reportage, dan wordt iedereen wel even weer wakker geschud. Maar in het dagelijkse leven glipt dat er natuurlijk vaak doorheen. Kijk, vroeger was het overzichtelijk bij het schoolplein en de man met het snoepje. Ja. Dat zat dan nog wel redelijk tussen de oren. Maar nu is dat inderdaad allemaal virtueel geworden. En ik denk dat we daar toch steeds opnieuw aandacht voor moeten vragen. Zowel bij ouders, kinderen voor waarschuwen. Maar ook in de buurt, als je dergelijke mannen dat gedrag ziet vertonen. Maar natuurlijk... ook op scholen en moeten het permanent onder de aandacht brengen. Ja, want het gaat ook wel in heel expliciete termen. Hè? Het is totaal niet subtiel als je ziet hoe deze man binnen een mum van tijd eigenlijk alles op tafel legt. Nee, dit is, ik zou dat willen kwalificeren als een zieke geest. Die is dan ook nog weer heel overzichtelijk in zekere zin. Maar als het geniepige gebeurt, is het natuurlijk nog veel gevaarlijker. Die allerlei gegevens ook persoonlijk afschermen en codes en ID's en IP-codes afschermen en telefoonnummers afschermen. Deze man geeft alles eigenlijk prijs en is gewoon ziek, moet in behandeling. Ja, nu is het zo dat deze jongen, Danilo, perfect gereageerd heeft. Die heeft meteen zijn moeder erbij gehaald. Zijn moeder is vervolgens naar de politie gestapt. Maar dan blijkt dat het daar eigenlijk toch een beetje stokt. Want de politie zegt van ja, er is eigenlijk nog niet echt iets gebeurd. Die mevrouw kon geen aangifte doen. De politie zegt, we gaan er over een week even contact over opnemen. Dat voelt toch ook niet helemaal oké?
Nee, dat kwam op mij ook niet als heel zorgvuldig over. De politie heeft het natuurlijk druk. Je moet hier ook wel weer een antenne voor hebben. Je kan niet alles zomaar opnemen. Maar in dit geval denk ik dat zo'n geval toch direct naar gespecialiseerde regisseurs had gemoeten. En dat moet ook eigenlijk direct naar een landelijk niveau. Ja. Zodat snel te achterhalen is van, is er een match met een daderprofiel? Opereert deze man uit Nieuw-Vennep eigenlijk ook in Groningen? Of doet hij het in Maastricht? Of misschien nog over de grens? Ja. Precies wat u zegt, internationaal. Er zijn geen grenzen op internet. Je kunt niet zeggen dat hier nou direct zeg maar alarm is geslagen bij de politie. En dat had eigenlijk denk ik wel gemoeten. Ja. Het meest zorgwekkende is misschien ook wel dat dit geen incident is wat wij hier hebben gezien. Maar ik kan u vertellen dat wij bijna dagelijks bij mijn programma mails binnenkrijgen van verontruste ouders die melden dat hun dochter of zoontje van 10, 11, 12, 13 jaar in e-mail of internet of Hives contact staat met een volwassen man die van alles wil. Krijgen wij dagelijks binnen. Ja. Ja, ik heb een tijdje terug met collega Boutchip die ook heel bewust die vragen gesteld aan de minister van Justitie. Het gaat niet alleen maar om seksuele misdrijven of pogingen daartoe, maar gewoon de handelingen van kinderen tot aan 16 op het internet. Hoe wordt daar nou mee omgegaan? De antwoorden geven mij ook helemaal niet een reden tot geruststelling. We gaan daar ook op door. En ik vind ook wel dat de overheid daar eigenlijk meer aan zou kunnen en moeten doen, maar ook de providers. Ja. Maar die zeggen van ja, wij stellen alleen maar het net ter beschikking en het randgebeuren. Wat mensen daar zelf over doen, hebben wij geen invloed op. Net zoals je niet kan voorkomen dat iemand in een telefoongesprek met een ander lelijke dingen zegt. Daar kan je ook de KPN niet voor aanklagen natuurlijk. Nee, maar dat is het grote afschuifgedrag. Hè. Dus de een schuift naar dit af en de ander schuift naar dat af. Het is een combinatie van kinderen bewust maken. Daar kan de verantwoordelijkheid in ieder geval niet liggen. Bij ouders ligt wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid, maar dan moeten er wel ouders zijn en samen door één deur kunnen het liefst nog. Ja, nu was er een ouder en die reageerde adequaat. Maar er zijn natuurlijk ook ouders die best verantwoordelijk zijn. Maar die zeggen, ja, ik sta niet de hele dag naast mijn kind als die op internet is. Dat klopt. Ik wil ook mijn complimenten aan deze moeder overbrengen. Want dat vind ik echt heel goed wat ze gedaan heeft. En lef. En natuurlijk ook goed dat dat programma weer dit blootlegt. Maar de providers in zijn algemeenheid lopen hier veel te gemakkelijk mee weg. Naar aanleiding van de vragen die ik heb gesteld, heb ik ook wisselende reacties gekregen. De een zegt, waar bemoeit u zich weer mee, beste PvdA. Mm. Maar anderen zeggen, nee, het is een heel serieus probleem. Dat sluit ook wel aan bij wat u daarover aangeeft. Ja. En ik vind dus ook wel dat we vanuit de overheid en de minister van Justitie hier, maar ook het College Bescherming Persoonsgegevens, want privacy is goed, maar van kinderen moeten we dus eigenlijk nog veel meer privacy beschermen. Ja. Ja, want u zegt nu van nou ja, we moeten daar beter naar kijken wat die kinderen doen en de ouders enzovoort. Maar moet er in de wet misschien ook niet wat meer gelet worden juist op die kerels die dat doen? Die volwassen kerels die contact zoeken met kinderen van 12. Moet dat niet op een bepaalde manier makkelijker strafbaar worden? Dat als je weet dat een kind 12 is en je doet seksuele voorstellen, nou, dat is gewoon zelfstraf. Ja, nou ja, op de eerste plaats dus de antenne bij de politie. Nou, die kan in dit geval weer beter. De tweede is die providers. Die moeten meewerken aan allerlei beschermingsprogramma's die nu in ontwikkeling zijn. Dat ook dergelijke kinderen, als ze dat chatcontact leggen, dat er dan wellicht een pop-up komt. Dus een iets in het scherm van, hey, ik heb uw code, als een soort afschrikmiddel. En tot slot wil ik de minister van Justitie ook vragen dat deze virtuele vorm van strafbare handelingen, of het vooropgezette doel om verdere strafbare feiten te plegen, of we zeg maar in het volstrekt verouderde strafrecht, of dit soort delicten in ons digitale tijdperk toch niet beter een plek moeten krijgen. En dat zal ik de minister van Justitie namens de PvdA vragen. Waardoor de politie eigenlijk adequater op dit soort signalen kan reageren. Ja, dat in ieder geval bij binnenkomst niet de reactie is van ja, er moet eerst iets ergs gebeurd zijn voordat we er wat aan doen. Want het erge was voor mij het gevoel ook al gebeurd via het contact op internet. Ja, goed. Nou, lijkt me een heel goed voornemen. Dank u wel. Bedankt voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Ja, we zullen maar zeggen dat iedereen weer eens even goed gewaarschuwd is. Ouders, kinderen en ontuchtplegers, want voor je het weet komen wij uit de struiken. Dat blijkt wel. Dit was onze aflevering van vanavond. Volgende week zijn we opnieuw met alweer de laatste aflevering van dit jaar. Zorg dus dat u klaar zit. Dan reken ik op u, zoals u altijd op mij kunt rekenen. Tot dan. En hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jou en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jou en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest.